de vraag waar die verdediger is in Miami. Nou, hij ging er twee fouten aan af. Hè. Eerst werd hij niet goed ingegrepen bij Darwin en Karel en toen was Wesley en Floris. Ja, ja. Volgens mij Floris die meiden ook een probleem. Ja, dat klopt, Ton. Ik heb de aanvoerder bij me. De man die een beetje op het middenveld acteert. Dus die heb alles kunnen zien vanmiddag, zowel van voor hem als achter hem. Sjoerd, we zullen eerst eens beginnen. Je begint leuk aan de wedstrijd met heel het team. Je komt maar redelijk snel op voorsprong en je vergeet eigenlijk die voorsprong uit te bouwen. Zeg ik dat goed? Dat zeg je denk ik helemaal juist. Het plan was om ze gelijk van kiet af aan vast te zetten en snel doelpunt te forceren. Nou, dat lukte. Het lukte heel goed en vervolgens konden we doordrukken. Het eerste half uur hadden wij denk ik beter van het spel en komen we terecht op voorsprong. En, ja, ik denk dat we op een gegeven moment het 2-0 hadden moeten maken en het dan dicht hadden kunnen gooien. Ja, dat verzuimen we. Op een gegeven moment kantelt dan het duel met die 1-1, waar een aantal verdedigingsfouten aan vooraf gaan. En dan krijg je vlak voor dus nog die tweede tegentreffer om je oren. En dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Als je weet dat Oude Maas een hele goede counterploeg is. En dat spelen ze vakkundig uit in de tweede helft. Nou, de afgelopen drie wedstrijden pak je hier gewoon de punten. En vandaag laat je het leggen. Doet dat extra zeer of niet? Nou, ik zit hier wel met een heel vervelend gevoel. Ja. Ik baal hier ontzettend van 2-3. En we hadden toch wel minimaal denk ik een punt verdiend. Zeker op basis van de inzet en de werklust. En ja, ik denk, die treffer die valt dan in de 90e minuut nog van Isaac. Maar ja, als die eerder had gevallen, dan denk ik dat we zeker nog 3-3 eruit hadden gesleept. Jij begint gelijk met die 2-3. Ik was nog niet zo ver, want ik had nog iets heel anders in mijn gedachten. Je komt dan heel snel, kom je 3-1 achter. Dan krijg je eigenlijk nog wat mogelijkheden, wat druk voetbal in de 16. Dan krijg je dan wel vrije trappen tegen, dan krijg je nog een balletje bepaald. En dan eigenlijk al voorlangs. Dus die 2-3 had eigenlijk al eerder kunnen zijn. Ja, nou ja, ik denk dat je het daar ook wel dat je dat goed zegt, maar ik bedoel, als die 10 minuten naar rust scoren hun volgens mij uit een counter 1-3 natuurlijk, nou, dat was voor ons wel de doodsteek. Dan zie je dat we zaten net in een opgaande spiraal, om het zo te zeggen. Eén doelpunt verschil, dat moet te doen zijn in 45 minuten de tijd voor. Ja, 1-3 is dan wel net dat tegengeven dat het mentaal weer even wat inzakt bij ons. Kijk, als Edwin kreeg volgens mij vlak daarna binnen een minuut, schoot hij weer op de paal en daarna nog een keer op de paal. Troffen nog een keer de lat. Dus ja, het zat allemaal net niet mee. Dat voel je ook een beetje in het veld aan. En dan, ja, 10 minuten voor tijd gaan we helemaal vol alles. Karel nog naar voren. Nou, dan valt hij nog wel. Karel nog een keer voorlangs. En dan, nou, hij valt gewoon te laat. En het is gewoon balen. Het veld vond ik persoonlijk niet echt mee spelen. Je kon eigenlijk niet echt lekker combineren op het middenveld. Dat is zeker waar, ja. Dat merkt wel in de warming-up. Maar ja, dat is geen excuus natuurlijk. Maar ja, het werkt wel mee als je gewoon een strak veld hebt. Ja, de combinatie ligt ons natuurlijk wel. Maar ja, op een gegeven moment dan, hun hebben we daar ook last van. Dus ja, daar dat is op zich niet geen enkel probleem. De beginfase van het seizoen, dan zeg je eigenlijk van joh, we moeten eigenlijk meer punten pakken. Die pak je dan niet. En nu het tweede gedeelte van het seizoen, richting het einde. Je moet naar onderen kijken, we moeten gewoon heel reëel zijn. Want als ik het snel met heb gezien, en heb jij ook gezien, zitten er niet veel punten tussen de ene en de laatste. Het blijft razend spannend en daarom baal ik ook zo van deze nederlaag. Omdat als je een punt pakt of als je er zelfs 3 pakt, dan speel je in feite al heel end in de goede richting veilig natuurlijk. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar wij hebben gewoon geen team om erin mee te gaan draaien. En dat hebben we ook nu al in de laatste 2 wedstrijden gezien. Nou, eigenlijk in de laatste 6 wedstrijden dat we ook vriendschappelijk spelen tegen tweede klassers. Gewoon goede elftallen, dat we helemaal niet minder zijn. Maar ja, het is gewoon een gebrek aan vertrouwen en een gebrek aan teamgeest. En dat zie je na een trainingskamp, staat dat dan wel. Nou, en dan verpletteren we bij Nissen en WFB doen we het goed met 0-3. Er zit gewoon een heel groot verschil tussen. Maar ja, WFB pakt ook weer een punt bij Nieuw-Beiland. Het blijft een heel elegante competitie. En bij Nissen verliezen niet bij Brielen. Dus ja wij moeten gewoon zorgen dat we, nou ja, thuiswedstrijden hebben we na de winterstop nog een beetje moeite mee. Ik denk dat we dan uit maar de punten moeten verzamelen. Nou, je noemde de vereniging al en dat is volgende week. Nieuw-Beiland, is dat iets om je eigen te stimuleren, zo'n mooie derby? Ja, derbies zijn voor ons altijd belangrijk en ja, daar hoef je zeg maar niet, ja, niemand echt op de juiste plaats te motiveren. Dat is sowieso de aanvaller, beste broer, die komt van Nieuw-Beiland. En Karel die werkt met een aantal van Nieuw-Beiland, dus ja. Die is er nu ook weer bij, dus dat zal wel glad gestreken worden. Dat zal wel super gemotiveerd, dat zal een hectische wedstrijd worden volgende week. Maar ja, kijk, als je die wint, kijk, dan doe je alweer goede zaken en dan mag je nog een wedstrijd inhalen. Zo is het ook natuurlijk. Maar ja,
je kan eigenlijk geen misstap meer maken. Deze nederlaag had, ja, daarom is het ook zo onnodig dat we hier niet. Ik zou zeggen, ga nog even lekker met de man een pilsje drinken. Ga jij goed voorbereiden voor volgende week. En wij gaan het natuurlijk allemaal volgen volgende week. Oké, dat gaan we zeker doen. We zetten de boel scherp, Marcel. Dat was Sjoerd. Beetje teleurgesteld, maar hij gaat toch genieten van die derde helft zo met z'n allen. Dat is Team Spirit, wat er heerst bij PSV, ondanks de nederlaag vandaag tegen Oude Maas. Keurig. Oké, Roger? Keurig. Ik ga hem erop gooien. Oké. Hoi. Kunnen we nu gewoon bier gaan drinken? Keurig, mannen.